Goede middag. Daar ben ik weer, zat op Leeds 20 met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. In de vorige aflevering hebben we Bowser verslagen, hebben we weer een paar sterretjes erbij gehaald. En in deze aflevering gaan we naar Beast Ball Galaxy, yay. Ik ben geen liefhebber van deze Galaxy, ik weet niet waarom, sorry. Ja, waterlevels, hè. Jullie weten hoe dat ik denk over waterlevels. Voor de nieuwkomers, ik haat waterlevels. Daar komt het praktisch op neer. Dus, ja, ik vergeet elke keer... Ja, het is lastig als Let's Player. Ja, je hebt zeg maar heel veel fans. Die video's kijken. Maar er komen ook nieuwe bij. En normaal gesproken maak je dan een grapje. En dan verwacht je dat iedereen die grap snapt. Net zoals deze pinguïn hier. Hallo, pinguïn. Ben je nogal pushy vandaag? Ja, yeah, this beach ball is pretty much Penguin Paradise. Oh, nou, dat is fijn voor je. Oké, ik zag net ergens van die gouden starchip dinges. Dus ik neem aan dat we al die starchips moeten gaan verzamelen. Hi. If you want to know about swimming, ask us penguin. We're friendly. Nee, maar ik niet. nee, zwemcontrols, daar ga ik dadelijk zelf wel overheen. Dus, goed, maar wat ik dus wou zeggen over ja, nieuwe fans... die zijn natuurlijk nieuw op het kanaal en die weten niet echt van... Ja, die hebben dan de Let's Plays gezien en die vinden sommige grappen al leuk. En ja, die helpen dus ook al mee met de support. En dan moet je dan sommige dingen toch eventjes opnieuw uitleggen van... Ja, hoe dat je sommige grappen soms maakt, waarom dat je ze maakt, dat soort dingen. Dus, oké, maar in ieder geval, als je dus op Z drukt, op de nunchuk, dan kun je dus onder water, heb je dus een air meter. En als je op A blijft tappen, dan ja, ga je dus zeg maar sneller naar vooruit. Je kunt ook A ingedrukt houden en dan zwem je iets langzamer, hallo! Zo! Daar schrok ik nogal van. Je kunt ook een spinaanval doen onder water. Alleen het enige nadeel is, dat gebruikt dus zeg maar heel veel energie. Of ja, heel veel energie. Dat gebruikt dus zeg maar air. Het nadeel daarvan is, als je geen air meer hebt, dan ga je dood. Nogal weer eens. Want air is zuurstof. Ik weet, het is een Nederlandse Let's Play, maar alles moet uitgelegd worden. Oké, sorry voor die nies. Bied je nou overal je excuses voor aan? Blijkbaar. Oké, nou, we moeten dus al deze... dinges moeten we dus gaan verzamelen. Daar heb ik zo geen zin in. Nou weet ik dat er boven water ook nog een paar lagen. Dus laten we eventjes naar boven water... Hallo. Laten we even naar boven water gaan. Nou. Wat ik dus wel wil melden is... Waarom heb ik dus zo'n hekel aan waterlevels? Ik weet niet, ik vind het nooit echt uitdagend. Of ik vind het echt nooit boeiend eigenlijk. Ik bedoel, de muziek is leuk. Ish. Ik heb betere muziek. Ben ik eigenlijk een probeertje op dit moment. Ik weet niet, ik ken het gewoon niet zo op waterlevels. Oké, hier hebben we een schild voor nodig. Oké. Die zal onder water liggen. Wat zit hier achter de waterval misschien nog iets? Daar achter de waterval zit niks. Flame. Hoi. Hey, er zit daar een... Als dat ervoor zorgt dat ik mijn star dinges kwijtraak, hè, dan word ik heel erg teleurgesteld. Oh nee, deze die is heel erg boeiend. Al die blokken die we zien, die veranderen in starbits. Dus de bedoeling hier is eigenlijk om geen blokken te mollen. Oké, ik heb er eentje gemold. Want als we die munt pakken hier... worden al die blokken, die worden starbits. Dus zeker handig om zoveel mogelijk starbits hier te verzamelen. Goed. En nog eentje. Ik mis er eentje. Ik zal die mooie starbit nooit te pakken krijgen. Die 62 anderen, die boeien me geen ene moer. Het ging om die ene. Helemaal alleen, zonder eigenaar. Kan ik even de camera draaien? Kan ik heel even de camera draaien? Ik moet naar die schommel. Ik moet naar die schommel. Oké. Oké. Waarom heb ik eigenlijk... Oh ja. Waarom ook... Ik dacht dat daar een... En ik mis. Ik dacht dat daar zo'n starchip zat, maar blijkbaar dus niet. Ja, nogmaals jongens, sorry. Ik haat dit level dus. Dit is een van die levels die ik dus zeg maar niet echt mij goed kan herinneren. Sorry. Oké, nou waar is die starchip? Oh, jij bent een beest dat irritant is. Jij bent een luchtbubbeltje. En soms dan denk je ook nog wel eens een keer als je die coin ziet van... Hé, ik heb er één gevonden. Dan is het er helemaal geen. Wat zit hier? Een spin. Mis. Nog een keer.
Een jeepje! Oké, en die laatste die zit natuurlijk dan daar in dat kistje waar ik ik noem altijd schelp. Ja, daarom. Nee, die andere zit hier. Wat zit er dan in, dat kistje daar? Zou toch ergens een... Auw. Zou er toch ergens een schild moeten zitten of zo? Een koepa-schild. Wat ligt er nou aan mij? Die intentional er ook niet van. Geef hier. Oké. Okay. Daar willen we vooruit kijken, want het is the end of the world. Oké, okay, waar is dat schild dan? Is jullie een schild? Oh, wacht even. Dat schild komt later pas. Oké. Okay. Waarom zetten jullie dan de kistje ook onder hier in het startdinges? Wacht even. Wacht even. Oh. 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 Wat zit daar? Wat is dat? Als dat het schild is, dan ga ik lachen. Nee, Starbit. Oké, okay, dan weet ik bijna zeker dat hij dan pas in de... Ik ben zo goed in zwemlevels! Oh. Iedereen die zit er naar te kijken. Ha, 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 ha. Zelfde play it wint, ik kan niet zwemmen. Nou, in het echt ken ik wel zwemmen, maar ik... Ja, geen lift van zwemmen. Oké, okay, dat brengt ons hier naar boven toe. Leuk. Ja, we weten het. We kunnen een spin jump doen en dan springen we nog hoger. Oh. Ja, die vind ik leuk. Sorry, ik vind die leuk. Ik weet niet, die muziekjes die zijn gaaf. Ik bedoel, het zijn toch de klassieke muziekjes van vroeger. Dus ja, mocht je dus jij gaan vragen wat wordt dan de outro muziek. Natuurlijk het muziekje wat we net hebben gehoord. Geef! Ik moet opschieten, want dit is getimed. Waarom spring ik terug? Ah, flame! Uit het water, ik hou niet van water. Oké. Okay. Oorspronkelijk zou je dus terug moeten lopen. En daar heb ik geen zin in, want ik doe gewoon een backjump. Laat maar raden, jij laat gewoon plateautjes. Een walljump? Ik heb helemaal geen zin in een walljump. Oké, okay, eens kijken of ik dit kan doen zonder walljump. Ah, je kunt hier niet een walljump op doen. Gewoon op dit ding zelf. Oké, okay, dus we moeten wel walljump. Ik weet niet, ik vind het altijd leuk om dingen toch op een andere manier proberen te halen. Maar goed, we doen wel serieus een walljump dan. Yay! Ster! Ster! Twee keer spinnen voor een ster! Geef nou maar die ster, dan zijn we ook weer blij. Hoppakee. Dus ja. Yeah. Oh ja, vandaag die livestream, hè? Niet vergeten. Gisteren was die... Ja, vandaag livestream. Ja, over die Pixelmon-server waar ik het over had. Geen niet? Je kunt meedoen. Link komt bij die dinges. Vandaag om 7 uur. Ik denk zeker even. Reminder. Ja. En we hebben weer... Rosalina's library has opened. Now you can read the storybook. A hungry Luma has appeared. Ik weet niet. Misschien is die storybook nog wel leuk om eventjes er ook bij te gooien dadelijk of zo. Nee, ik wil nog niet zeven. Oké. Okay. Laten we naar sterretje 2 gaan. Ik bedoel, ik wil zo snel mogelijk klaar zijn met Beach Ball Galaxy. Ik weet niet, het is niet een van mijn favoriete galaxies. Laat ik er heel eerlijk in zijn. Passing the swim test. Oh boy. Ach nee, is het echt deze? Oh mijn god, deze die is zo makkelijk. Deze is echt, dit is... Ik denk persoonlijk dat dit de makkelijkste ster is van het spel. Wat je moet doen is, je hebt een paar zwemmende pingwings onder water. En een van die zwemmende pingwings heeft een goud schelpje. Dat schelpje, dat moet je afpakken. Als je die hebt afgepakt, laat je die zien aan die mafkees daarboven. En je hebt de ster. Is dat alles? Ja, dat is alles. Nou, daar hebben we de pingwings. De pangwangs. Hallo. Hallo. Where is that thing? Oh, ik dacht dat jullie hem zouden hebben. Hier hebben we hem niet. Dat is flame. Of moet ik eerst even met die mafkees praten? Ik dacht toch echt dat dat deze was. Sorry voor de gesnot erop toe, hoor. Ja, dan even de verzameling op school. Dat is een zwemtest. Dit is de test van de special. Bring me the gold shell and automatically I create A grade for you. Oké, dus we moeten een gouden schelp zien te vinden. Oké, nou dat zal wel niet te moeilijk zijn. Oh, kijk, zie je nou wel? Een van die gasten die heeft hem. Doe een spin. Jat hem af. Oké. En surf eigenlijk een beetje met dat ding terug naar die pangwang. Like this.
Hi. Amazing, I didn't think you were actually being a back. Well then, here's a big gold medal for you. Ik heb hem ook gestolen van een van die pingwings, die dus eigenlijk geslaagd zou zijn voor de test. Nevermind, we hebben de ster. Dit is echt... Dit was wel die ster waar ik het over had. Alleen ik was even vergeten dat je dus tegen hem... Nice job on the test, but are you even one of my students? Nee. Oh, by the way, voor jou! Mijn ster, zeg ik je. Hij is van mij. Eens gegeven, blijft hij geven. Je krijgt hem nooit meer terug. Want door jou vernietig je galaxies, weet ik veel. Waarom heeft zo'n pingwing eigenlijk een ster? Wat moet zo'n pingwing met een ster? Gouden medaille. Ik snap het niet. Logica's! Boink, boink. Ik word een beetje moe van die loemen die de hele tijd op mijn kop... A new chapter has added to the storybook. Nee, ik wil nog niet zeven. Pardon. Goed. Peach Ball Galaxy, sterretje nummer 3. Hoe eerder dat we er klaar mee zijn, des te beter. Welke was dit? Ik hoor dat ik het niet heb. The Secret Undersea Cavern. Volgens mij moest je dan een schelp tegen de muur aan gooien en kreeg je dan... Ja. Spoilers! Oh, dat is een bekend plekje. Ja hoor. Nee, maar dat is een bekend plekje. Dat is eigenlijk eentje van... die terugkomt in Mario Galaxy 2. Alleen dan als een heel laat level. Hij is wel boeiend hoor, daar niet van. Maar... Oké. Okay. Dus we moeten ergens nou een Koopa Schelp vandaan zien te halen. Een Koopa Schild. Zoals die daar. Bijvoorbeeld. Ik laat jullie schrikken omdat ik het kan. En om eventjes jullie vraag alvast te beantwoorden. Wat zit er dan in dat kistje? Er zit een leven in. Leuk. Goed, wat we dus moeten doen is we moeten richting deze muur. En dan moeten we dus dat doe ik eraan doen. En dan gaat er een cave over. Wow, a cave. Ja, it's a secret to everybody. Wow. Mamma mia. Oké. Okay. Boink. Hey, Zubat. En een Goomba. Waarom zat een Goomba in die... Hoe komt een Goomba in zijn... Don't question logica's. Oké. En... Wacht eens even. Volgens mij zat er hier ergens nog een bonus. Voordat ik hier verder ga, wil ik heel even kijken of er hier überhaupt nog wel een bonus zit. Mocht ik op niks uitduinen, dan... dan is dit gewoon even een knip. Dus ik zie jullie zo. Oké, blijkbaar zit er een warpster in. Oké. Dus is dat wel degelijk een secret hier. Ja, je moet er eigenlijk dat beest naartoe lokken, maar... Ik weet dat dit mogelijk is. Ah, nee, ik moet er beest gericht naartoe lokken. Jammer. Oké, wat we hier dus tegen gaan komen is een van de nieuwe items. Dit is eigenlijk een secret star. Ik zat al heel eventjes in het level van... hier zat toch een secret? Dus daar moest ik heel eventjes over nadenken. Sorry dat dat dus eventjes tot een knip kwam. Hier krijgen we de ice flower. De ice flower die zorgt ervoor dat water bevriest. Ice Luigi! We kunnen dus ijsballen schieten op het moment als we dus zullen schieten. Of als we spinnen met de Wiimote. Dit zorgt ervoor. Oh nee, we kunnen daarmee skaten alleen. Wat we kunnen doen is we kunnen deze watervallen nu beklimmen. En ik ben te traag. Denk ik. Ah. Wacht, geef jij misschien iets nieuws? Nee! Auw, plons. Jij bent irritant. Ik sla jou naar de zoden knetter. Ken ik? Nee. Ik heb een ijsbloempje nou nodig. Want dan klim ik omhoog, krijg ik muntjes. Ja, wat daarboven zitten de muntjes, jazeker. Oh nee, die zitten daar. Nou, wat we moeten doen hier is, we moeten dus de ijsflauwen gebruiken om dus zo snel mogelijk omhoog te klimmen. En ik weet het, die actie van net, dat was nogal een beetje nieuwies. Sorry daarvoor. Oké. Wij klimmen nog even door. Tuut. En daarboven zijn we al. Oh, hij gaat nog verder. Ik dacht dat hij boven al de ster zou zitten.
Oh, daar is Luffy. Oh nee, we moeten die caterpillar, die moeten wij meelokken. Naar de ster. Hi. Volg. Nee! Ah, ik kon dit zo halen! Jouw schuld! Verzuip jij, jij blauw wezen ter verdoemenis. Oh. Ik had zo gehoopt dat ik niet... Nou ja. Oké, nog een keer. Poging 2. Volg. Volg. Nee. Blijf volg. Ik haat jou. Oké. Opnieuw. Het is een rechte lijn. Hoe moeilijk kun je het maken? Goed. Hij verzuipt al. Dat is wel een goed teken. Goed. Van. Volg. Volgt hij mij? Nee, hij volgt. Volg. Volg. Nee, stop met mij nou te... Ja! Ik dacht heel eventjes voor een seconde dat ik die niet zou kunnen halen. Maar goed, ik doe heel eventjes een knipje. Terug naar dit level, eventjes naar de oorspronkelijke ster. Zo, en nou dat we weer terug in deze cave zijn met een of andere Goomba die hier in een kistje zit en met een Zubat, wil ik even nog één ding zeggen in deze aflevering. Vooral omdat deze vandaag wordt geüpload. Is het eventjes tijd om eventjes toch heel klein beetje te zeggen... Wel gefeliciteerd, mijn kleine broertje. Wel gefeliciteerd. Eigenlijk klein broertje ging ik niet zeggen. Ik bedoel, ja, vandaag is mijn broertje, die is 18 geworden. Dus ja, ik wou dat toch wel heel eventjes een kleine felicitatie in deze aflevering gooien. Ik bedoel, het is niet iedere dag dat je 18 wordt. 18, dat is nogal best interessant. En dit is eigenlijk heel erg dom wat ik nou doe. Wat ik probeerde te doen... Ja, ik ben die van Mario Galaxy 2 gewend, sorry. Is... Nou, kom op! Wat ik probeer te doen, is hierop te springen. Dit is de makkelijkste route die ik kan nemen. Nou, wilde jij alsjeblieft even aan de kant gaan, dan kan ik jou achtervolgen. Rol sneller, ja? In Mario Galaxy 2 is dit namelijk een uitdaging, omdat hier dan alles super snel gaat. Hier is dit een lachertje. Weet jullie nog die groene steen die hierboven zat? Oh, dat was een pijn in die put. Ja, voor de mensen die geen flauw idee hebben waar ik het over heb... Ik heb Mario Galaxy 2 heb ik ook gedaan. En daar heb je dan groene sterren. En ja, die moet je dan verzamelen op het moment dat je dus zeg maar alles wil gaan halen. Een one-up die ik niet gepakt, omdat dit toch waarschijnlijk tot de laatste ster is van deze aflevering. Oké, jou negeren we. Lopen gewoon hier eventjes rechtdoor. Dan komen we hieruit. En dan hebben we Twimpies, Twompies, Twompies. En hier zit ster. Hele makkelijke ster eigenlijk, als je mij vraagt. Volgens mij zit hier ook nog een Daredevil comment. Tot alles dan sneller gaat of zo. Tenminste, of ik verwar het nou met een ander galaxy, ben ik niet zeker. Maar op zich is het wel een hele makkelijke ster om te gaan halen. Dus, you got a star. Deze is voor jou, mijn broertje. Mijn bro. Voor de mensen die mijn broertje... Ja, hij was in die stormvideo. In die onweervideo. Die ik pas geleden nog heb geüpload. Daar zagen jullie heel eventjes mijn broertje ook in beeld. En, ja... Het is vandaag zijn verjaardag, verjaardag, verjaardag. Het is vandaag zijn verjaardag, zo is hij toch weer blij. En ik zie een prankster star, maar daar heb ik geen tijd voor, dus loop ik nu weg. Want ik wil iets laten zien, misschien nog wel hal 10. Hallo Hungry Loom, waar gaat het mee? Er was een story mode waar ze dus zeg maar over zaten te praten. En als je dan hier ergens, was dat hier beneden? Of was dat? Nou, hier zit wel een leven. Die elke keer zou kunnen pakken als je daar de zin voor hebt. Ja, ik ga niet in die safe bubble. Hè. Ik ben too pro voor safe bubbles. Hadden jullie het begin van de aflevering moeten zien. Maar goed, als je dus zeg maar hier naartoe gaat. Dit is de library. En dan kun je dus een verhaaltje lezen. Nou, voor de mensen die dit verhaaltje interessant vinden. Dank ik jullie.
om nog eventjes hier te blijven. Voor de mensen die het verhaal helemaal niks vinden. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En wat je leukste momentje was, laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Special. En maandag gaan we natuurlijk verder met Luigi Galaxy. Voor de mensen die het verhaal willen lezen. Ik ga mijn best doen met voice acting, denk ik dan maar. Let us begin. Chapter 1. The Celestial Duo. Our story begins a very, very long time ago, with a young girl. One day this girl spotted a rusted spaceship holding a small star child. What's your name? Are you lost? The girl asked to the star child. I'm Luma, and I'm waiting for Mama. She's coming for me on a comet, said the star child, who had been waiting day and night. Don't worry, I'll wait with you, the little girl promised Luma. At nightfall, the little girl borrowed her father's telescope and peered into the sky. She looked and looked, but she saw nothing. Hours turned into days, and then in years, but still the sky revealed nothing. Finally, the little girl sighed and said to the Luma, If we stay here looking much longer, I'll be an old lady soon. But then she had an idea. Why don't we go out there and find your mother ourselves? The girl and Luma fixed up the rusty spaceship, and the two set sail into the starry sky. And this is how the search for the celestial mother began. Sorry. Chapter 2. Starbits. Days passed with no sight of the comet, or even a single planet. Instead, asteroids extended as far as the eye could see. If I had known it was going to take this long, I would have packed more jam, said the little girl, above the rumble of her belly. Before they left, she had packed all the essentials, telescope, butterfly, net, stuffed bunny, bread, milk, jam, and apricot flavored tea, but... I forgot to bring water! At this, Luma burst into gales of laughter, and the girl began to pout. As long as I have star bits, I'll be fine, said Luma. Want some? The little girl could stay mad after hearing this. Luma continued to laugh, and the girl couldn't help but join in. All right, maybe just a nibble. Leaning far out of the ship, the pair began to collect star bits. With the girl's nets, they almost fell out a few times, but they kept on collecting. The star bits taste like honey. And that, my good friends, is the story. Chapter 3. The comet. A beam of light pierced through the ship's window, thinking it was the morning sun. The girl peered through the window, only to find out a blue comet shivering at her. The little girl shook the sleeping Luma awake and shouted excitedly, We have to get that comet! We have to get to that comet, sorry. The pair descended on the comet and found that it was made of ice. They looked high and low, but Luma's mother was nowhere to be found. Exhausted, the little girl sat down with a flop, utterly unable to take another step. Look! Peering down at the icy ground where Luma was pointing, the girl suddenly noticed clusters of star bits encased in the ice. Pretty good, huh? Finding star bits is my speciality, said Luma, beaming. There's ice here, but it's so warm. I'll bet there's water here too. The two decided to stay on the comet for a while. Riding the turquoise comet, the pair continued their search for Luma's mother. That should do it for today.
Dank jullie wel voor het luisteren. Sorry voor een paar fouten in mijn voorlezing skills. Maar ik deed mijn best. Ik bedoel, het is live. Dus wat verwacht je? Dus voor de mensen die nog steeds aan het kijken zijn. Dank jullie wel. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nu ga ik echt afsluiten. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken in deze aflevering. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En een berichtje wat je leukste moment was. Als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Een nieuwe aflevering van Modded Minecraft. Dit was Zelda Play 20. En ik sluit nu af. Tot vanavond bij de livestream misschien. Doei!